Goedenavond, dames en heren. Welkom. Mijn naam is Michel de Wild, voorzitter van het MKB in Wijchen. Samen met het bestuur van MKB hartelijk welkom hier in theater het Mozaïek. Een speciale avond. Het is allemaal best wel spannend, want de opzet van dit congres is eigenlijk helemaal anders dan wat u van ons gewend bent. Normaal hebben we meestal een monoloog met toch wel natuurlijk vragen die gesteld kunnen worden. En dit keer hebben we een discussiepanel, getuigd ook de opstelling vanavond. En mede mogelijk gemaakt door de Oosterbaan Living, waarvoor mijn dank. Dan natuurlijk de sponsoren, die wil ik allereerst bedanken nog. De Rabobank en de Frank Aerts Automobielbedrijf. Want ook zonder hun hadden we in ieder geval dit congres niet mogelijk kunnen maken. Nogmaals ook dank jullie wel voor jullie financiële bijdrage. Nou, dan rest me eigenlijk om het woord te gaan geven aan Annemarie van Gaal, als voorzitter van vanavond. Het programma is iets in elkaar geschoven en heeft ermee te maken dat zowel Annemarie als meneer Biesheuvel, Hans Biesheuvel, eerder weg moeten. Maar ik ben blij in ieder geval dat ze toch Wijchen hebben kunnen vinden vanavond. En ik hoop dat jullie in ieder geval een fantastische avond hebben. Dank jullie wel. Annemarie van Gaal schopte het van alleenstaande moeder tot een succesvolle zakenvrouw. Eerst in Rusland en vervolgens in Amsterdam als investeerder. Belegger in vastgoed, eigenaar van een tijdschriftenuitgeverij. Ze werkte mee aan financiële programma's als Dragon's Den, Ten Einde Raad en Een Dubbeltje op Zijn Kant. De introductie. Dank jullie wel. Geweldig om weer in Wijchen te zijn. Want ik herinner me nog als de dag van gisteren de lezing die ik hier heb gehouden en waar volgens mij heel veel van jullie ook bij aanwezig waren. En sindsdien heb ik ook heel veel ondernemers ontmoet uit Wijchen en altijd even leuk. Dus ik ben heel vereerd dat ik vanavond, in ieder geval voor het grootste deel van de avond, jullie dagvoorzitter ben. Hans Biesheuvel, sinds 1 juni 2011 voorzitter van MKB Nederland. Na 23 jaar ondernemerschap besloot hij zijn brede kennis, ervaring en netwerk in dienst te stellen van de belangenbehartiging van het midden- en kleinbedrijf. Biesheuvel is nog altijd actief betrokken bij verschillende MKB-bedrijven in de rol van adviseur of commissaris. Zo, goedenavond. En ik wil vanavond toch met jullie iets optimistisch bespreken. Want eerlijk gezegd ben ik ontzettend optimistisch over de toekomst van Nederland. Want het is natuurlijk heel makkelijk, hè? Om op dit moment somber te zijn, te mopperen en te klagen. En daar vind ik best een reden voor als je kijkt hoe de politiek met ons omgaat. Maar ik ben optimistisch. En nogmaals, ik heb vorige week een energieshot gekregen in Brazilië. 170 bedrijven, 3, 4, 5, 6 medewerkers, architecten, designers, bedrijven in afvalmanagement, allerlei soorten MKB-bedrijven. En we kwamen in Brazilië en we hadden natuurlijk een fantastische entree met prinses Maxima en de kroonprins. Minister Ploemen, nieuwe minister van Buitenlandse Handel en nog een hele hoop andere mensen, kennisinstellingen, universiteiten. En we hebben een week gevlamd met z'n allen. We hebben echt een week gevlamd daar. We hebben zo'n gigantische positieve energie uitgestraald. Er zijn zoveel deals gemaakt. En ik moet zeggen, daar ben ik dan eigenlijk heel trots op dat gelukt is. En eerlijk gezegd, toen ik deze functie aanvaarde, heb ik gezegd, ik wil het fulltime doen. Ik wil er fulltime voor gaan. Ik heb geen enkele bijbaan. En ik wil vooral veel land in. En dat doe ik nu 1,5 jaar lang. En het gevoel dat ik in Brazilië had, heb ik vandaag, had ik gisteren. Iedere keer als ik in het land kom en ik ben bij ondernemers, zoals hier, dan krijg ik diezelfde energie die ik in Brazilië krijg. Er zit zoveel goed ondernemerschap in Nederland. Dat is ongelooflijk. We zijn niet voor niks een van de meest innovatieve economieën in de wereld. We zijn niet voor niks de tweede agro-exporteur in de wereld. En dat hebben we allemaal toch te danken aan die fantastische bedrijven in Nederland. Dus eigenlijk wil ik proberen jullie een beetje optimistisch te stemmen, maar vooral ook op jullie verantwoordelijkheid in te spelen. Pak die verantwoordelijkheid. Ga niet bij de pakken neerzitten. Ga niet mopperen op die politiek. Dat heeft geen zin, want er is namelijk geen eer aan te behalen met die lui. En ik wil ook zeggen, lees de Telegraaf niet meer. Hè? Zeg het abonnement even op gewoon. Of lees alleen het privé, is ook een optie misschien. Ik denk dat dit land is in zo'n fantastische positie is. We zijn een van de rijkste landen in de wereld. We zijn de tweede agro-exporteur in de wereld. Van de 13 universiteiten staan alle 13 bij de beste 200 universiteiten in deze wereld. We hebben gewoon een fantastische uitgangspositie. En ja, het is nu heel moeilijk in de bouw. Ja, het is heel moeilijk in de detailhandel. Ja. Er moet wat gebeuren bij de banken, hè? Want de bankiers spreken de taal van de ondernemers niet meer. We zijn helemaal uit elkaar gedreven als bankiers en als ondernemers.
En ik ben niet van de afdeling alleen maar op de banken inhakken, want ik vind dat we ook de banken en de financiers heel moeilijk maken in het land. Maar ik denk als wij als ondernemers het voortouw nemen, de mouwen opstropen, daar echt keihard tegenaan gaan, dat positivisme wat in heel veel ondernemers zit, weten in te zetten om al die uitdagingen aan het op te lossen, daar ben ik ervan overtuigd, dan komen wij uit die crisis. Dan gaan wij onze welvaart de komende jaren een hele positieve impuls geven. Het kan. Het kan. Wij pakken als MKB Nederland, als organisatie, heel veel dingen op. Niet alleen in de belangenbehartiging in Brussel of in Den Haag of in de regio of waar dan ook in de wereld. Richting banken, richting sociale partners, noem het maar op. Maar wat we op dit moment doen is ook gewoon heel veel dingen oppakken. En dat varieert van de introductie van Nederland Verdient Online. Een fantastisch hulpmiddel om multinational te worden. Ja, er zijn bedrijven met 2-3 medewerkers via Nederland Verdient Online multinational geworden. Ik geef één voorbeeld. Mijn favoriete winkel in Nederland, ik kan er niks aan doen, ik ben Hagenees, het spijt me. Zit in Den Haag, in de Passage. En die winkel is van meneer Akkerman. Nou, dat is een brutaal blonde meneer, oftewel hij is 60. Heeft 3 medewerkers en is sinds 10 april van dit jaar multinational. En levert in 30 landen in de wereld pennen. Hij heeft een vulpennenwinkel, sorry dat ik erbij moet zeggen, een vulpennenwinkel. In 30 landen in de wereld heeft hij vulpennen en inkpotjes. En hij is in één dag, was hij up and running. In één dag was een winkel in Den Haag met 3 medewerkers multinational. En dat betekent dus dat er nog zo ontzettend veel mogelijk is. Dat er nog zoveel kan. Maar je moet het wel natuurlijk zien. Je moet er wel in geloven. Je moet er wel voor gaan. Nou, en wat wij op dit moment als MKB proberen te doen, en dit is maar één voorbeeld, maar ik kan er een heleboel geven, maar ik mag maar 5 minuten spreken van Annemarie. Hoe gaan we de sterke punten van Nederland sterker maken en uit die crisis komen? Daar ga ik in ieder geval de komende maanden vol tegenaan. Om toch bij die politiek te komen waar ik zou willen komen. En ik weet nu helaas al dat er beperkte mogelijkheden zijn om politici te veranderen. Dus dat moet u me maar vergeven. Maar ik heb jullie support nodig om die mouw op te stropen, positief te blijven, gewoon de energie uit te stralen en de kaart tegenaan te gaan. Dankjewel. Annemarie van den Berg, vanaf 1988 werkzaam in het bankwezen. ING Bank, Postbank, Nationale Nederlanden. Sinds 2005 werkzaam bij de Rabobank. Vanaf 2010 is Annemarie van den Berg voorzitter van de directie bij Rabobank Rijk van Nijmegen. Annemarie, welkom. Dankjewel. Nou, je bent al goed voorgesteld, hè? We gaan zo meteen met de paneldiscussie beginnen. Pierre Gulen. Nadat hij zijn studie bouwkunde met succes had afgesloten, is hij vanaf 1984 gestart met plannen. Inmiddels een wereldspeler in informatietechnologie op het gebied van facility management. Pierre, welkom. Jij bent natuurlijk wel internationaal actief. Je exporteert veel, maar jij importeert ook, hè? Kan je dat even uitleggen? Wij zijn, zou je kunnen zeggen, wij bouwen onze eigen software, maar die bouwen we in 4 landen in de wereld. Ja. Dus we bouwen die in India, in Canada, Frankrijk en Nederland. En die verkopen we daarna weer over de hele wereld. Naar hoeveel landen? We hebben eigen vestigingen in 9 landen. Maar voor sommige van onze klanten doen we implementaties over de hele wereld. Bij Unilever zijn we nu bezig en dan moeten we in 102 landen implementeren. En dan zitten voor ons op dit moment mensen in Azerbeidzjan en in Nigeria, om de 2 favoriete bestemmingen te noemen. Ja. Ook onder democratisch regime, zeg maar, allebei. Ja, ja, dat was maar gevraagd om vrijwilligers, maar daar was wel eens iemand aangewezen. Ja. Kijk, maar in India zit jouw grootste team, geloof ik, hè? Ja, daar zit een development club van 50 mensen. Mm-hmm. Maar we hebben ook 50 developers in Nederland zitten, dus dat is ongeveer even groot. Ja. Oké. En ik ga de laatste bij jullie aankondigen. Maarten Halma heeft zich het vak van verpakken eigen gemaakt als accountmanager bij Depa Disposables. In januari 2001 heeft hij Halma Packaging opgericht. In 2011 is Maarten aandeelhouder, directeur geworden bij de Paardenkoper Group, waarvan Halma Packaging en Depa Disposables onderdeel zijn. Maarten, welkom. Je hebt dus eigenlijk na 10 jaar je eigen bedrijf te hebben gehad. Heb jij een soort strategische alliantie gesloten met de Paardenkoper Groep? Ja, de paardenkoopgroep is vele malen groter. Ik zag wel in dat de markt steeds moeilijker werd. We moesten ook steeds meer en grote pakketten inkopen. Nou, dat was maar Halma steeds zwaarder, want we waren eigenlijk een kleine speler. En paardenkoper is, ja, wij deden 18 miljoen, hun deden 80 miljoen. En heel goed naar verschillende bedrijven gekeken, maar dat was een goede match voor ons.
Dus mijn bedrijf in dat bedrijf gestopt en toen algemeen directeur geworden van de hele groep. Dus we hebben het hoofdkantoor in Oud-Beijerland. Mm-hmm. En we hebben een kantoor ook in Wijchen waar DEPA en Halma nu gevestigd zijn. Dan las ik laatst ergens dat bij de fusies, dat 80% van de bedrijven die fuseren, mm-hmm. hebben binnen 5 jaar nog steeds de verwachtingen die ze hadden op het moment dat ze gingen fuseren nog niet waargemaakt. Hoe zit dat bij jullie? Daar ga ik helemaal mee akkoord. Blijft onder ons, hè? Nee, daar kan ik in meegaan. Oké. Okay. Ja. Dus nee, dat is, ja, het is gewoon heel, heel zwaar. Maar luister, je stapt in een groot familiebedrijf. En ja, dat is lastig. Ook sowieso lastig is, het hoofdkantoor zit in Rotterdam. Dat is een ander slagvolk. Paardenkopengroep bestaat uit 14 fusies, van de afgelopen 14 overnames van de afgelopen 10 jaar. Dus er zitten ook echt 14 culturen in. En ja, ik dacht, daar stap je even in. En dan doe je hetzelfde als je het bij Halma deed. En dat, dat gaat niet altijd op. Dus dat zit er gewoon, daar moet je altijd iets meer geduld hebben en iets minder emotie. En dat is nog wel eens lastig. Maar je leert wel heel veel. Ja. Dus dankjewel. We gaan een paneldiscussie voeren. En dat doen we aan de hand van een paar stellingen. En de eerste stelling die gaat over het MKB Nederland en die gaat over de export. En ik ga zo meteen de stelling bij jullie introduceren. Maar even een paar cijfers voor jullie, algemene achtergrondinformatie. Hebben jullie enig idee hoeveel Nederland exporteert? Roept er iemand? Nee, nog niet? Wat zeg je? Nee, ik vroeg niet hoeveel procent van het bruto binnenlands product, 60%. Nee, hoeveel in miljarden? Iemand enig idee? Nee, 404 miljard euro. En die 60% die klopt wel van het bruto binnenlands product op het moment dat je alle in- en uitvoer van de haven meeneemt. Maar als je SEC rekent hoeveel Nederlandse MKB exporteert naar het buitenland, hè, dus niet die in- en uitvoer, dan is de export 39% van ons bruto binnenlands product. Maar even die 404 miljard. Als je dat terugrekent, want we zitten nu natuurlijk in een crisis. Als je terugrekent, het jaar voor de economische recessie begon, zeg maar 2008, 2007, 2008, toen was ons totale export 150 miljard minder. Toen exporteerden we 250 miljard. Dus eigenlijk kun je zeggen dat ondanks de crisis is onze export gegroeid. En over die stelling willen wij even discussiëren nu. En Nederlandse ondernemers moeten meer gaan exporteren. Hans, mag ik jou daar als eerste het woord voor geven? Want jij noemde al iets van Akkerman. Ik heb alleen even geen geluid. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, ik denk dat de kansen de komende jaren in het buitenland liggen. Kijk, we doen in Europa doen we gigantisch veel. Buiten Europa nog heel weinig. Ik was dus net in Brazilië. Nou, daar doen we ongeveer 4 miljard. Nou, als je weet dat het land 200 keer zo groot is als Nederland, 195 miljoen consumenten heeft, dan is natuurlijk 4 miljard nog helemaal niks. Dus daar liggen fantastische kansen. Mijn inzet is die minister van buitenlandse handel die we nu hebben. Dat is natuurlijk een. Wil je deze? Dat is natuurlijk een goede zet. Hè? Daar ben ik heel blij mee. Dat er eindelijk iedere week op de agenda van de ministerraad dat belangrijke onder export staat. Even nog, want credit wie credit toekomt. Dat is ook iets wat jij eigenlijk vanaf je aantreden hebt gezegd. Hè? Ja. Van jongens, we moeten een minister van Handel hebben. Absoluut. En het is jammer, ik vind dat ze op het verkeerde ministerie zit. Ik had liever gehad dat ze op EZ had gezeten. Maar goed, als het terzijde. Ik heb ook haar ook gezegd vorige week in Brazilië. Ik ga schouder aan schouder met jou de komende jaren keihard trekken aan die toplijn van de Nederlandse economie. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we dan die economische diplomatie, dat we die goed op de been houden. In het regeerakkoord staat dat er bezuinigd moet worden op de economische diplomatie. Maar liefst 100 miljoen. Nou, als je weet dat buitenlandse zaken een budget heeft van 700 miljoen, er moet 100 miljoen af, dat is belachelijk veel. En dat betekent dat er zo'n 50, 60 ambassades dicht moeten in de wereld. Dat is veel te veel. Vind je dat veel te veel? Dat vind ik veel, want ik heb nu gezien in Brazilië hoe belangrijk het toch is dat die gesprekken goed worden voorbereid. Hè, dat die matchmaking plaatsvindt. Dat er wat af kan, dat geloof ik. Ja, maar we hebben die kracht van die economische diplomatie hebben we wel keihard nodig in de wereld, hoor.
Ja, maar met alle respect, dat kunnen ook een paar mensen op een kantoor in een businesscentrum gaan doen. Daar hoef je niet een hele ambassade voor op te tuigen met alle protocollen en met alle... Ja, maar dat ben ik met je eens. Dat het misschien wat scherper komt, maar als je nou weet dat er op 70 posten in de wereld maar 2 mensen zitten. Dus we hebben al een minimum bezetting op de meeste posten. Maar we hebben nog een ambassade in Brussel en er zitten 160 mensen. Nee, dat ben ik mee eens. Maar goed, laten we die discussie niet te veel voeren. Maar ik vind het. Mijn belangrijkste doel is dat we in die landen goede mensen hebben die gericht zijn op het MKB. Die bezig zijn met de exportbelangen van Nederland. De rest van de Rimram die interesseert me niet. En daar moeten we volop inzetten. Daar gaan wij volop inzetten de komende jaren. Want de meest optimistische voorspelling is dat we de komende 5 jaar een economische groei hebben van rond de 0. En dat betekent gewoon dat we die export en het internationaal ondernemen nog veel meer nodig hebben dan ooit tevoren. En daarom gaan wij ook volgend jaar vanuit MKB Nederland een hele jaar door internationaal ondernemen als speerpunt naast financiering neerzetten. De week van de ondernemer volgend jaar zal volledig in het teken staan van internationaal ondernemen. Omdat ik dat alle mogelijkheden die we in ons hebben om die aan te reiken aan het Nederlandse bedrijfsleven, die zal ik vol inzetten. Om te zorgen dat de komende jaren in ieder geval die economie op peil blijft. Ja, Maarten, jij exporteert? Ja, wij exporteren vrij veel naar België en naar Duitsland. Dus echt de buurtlanden. Wat wel leuk is, ik ben laatst weer in China geweest. We hebben een eigen kantoor in China. En dat de Chinees heel erg onder indruk is van de groothandel, het handelsbedrijf wat we hebben. Dat hebben ze in China niet. China koopt eigen. De Chinees komt altijd alles bij en levert ze hier zelf. En het one-stop shopping, waar wij als paardenkoop heel groot in zijn. Wij regelen alles voor een klant, van servetten tot frietbakken, tot alles. Dat kennen zij niet. Dus de Chinezen hebben echt ons gevraagd, zouden jullie samen met ons een handelsbedrijf willen opstarten in China, om ook kwaliteitsproducten uit Europa te halen. Want de Chinezen, die hebben steeds meer geld besteden, die willen ook steeds meer kwaliteitsproducten. Dus dat is natuurlijk wel heel erg apart, want we kijken allemaal naar China toe. Maar de Chinees vraagt ook ons, help ons met het opstarten van die business in China. En voor de rest is het voor ons, in Europa is het lastig, want we zijn natuurlijk een handelsbedrijf. We produceren niet of nauwelijks. En dan heb je ook weer met vrij veel regelgeving. België is makkelijk, Duitsland ook. Maar we zijn heel serieus ook naar Engeland aan het kijken. Maar daar moet je aan zoveel regels voldoen. Dat is gewoon lastig. Dat is gewoon lastig als handelsbedrijf om daar te kunnen gaan leveren. Nou ja, in verpakkingen. Ja, want eigenlijk is dat jammer. Hè? Omdat 75% van onze export, die gaat gewoon naar onze 4 buurlanden. Ja. Die gaat naar Engeland, Duitsland, België en Frankrijk. En het is gewoon hartstikke jammer, want er liggen namelijk veel meer kansen buiten die 4 landen. Ja. Waarom blijven we altijd maar vissen in een vijver waar al zoveel vissers langs de kant zitten te vissen? Ja. Want waarom maken jullie de stap niet? Ik denk dat je hebt de juiste mensen nodig. Dus je hebt de juiste mensen in die landen nodig om in ieder geval die business op te starten. Ik heb we hebben een commissaris. Bijvoorbeeld Halma is ook. We zijn ook een bedrijf begonnen in Engeland. Terugkijkend had ik dat absoluut niet moeten doen. Want ik denk Halma draait goed in Engeland. Wij gaan vanuit Nederland gaan we Engeland beleven en gaan daar een filiaal openen. Helemaal geen rekening houden wat er allemaal in Engeland gaande is. We kenden de markt niet. We zijn van 1 klant zijn we naar Engeland gegaan. Na een half jaar zei die klant bedankt tot ziens. Die verkocht zijn tent. En daarna kom je pas achter hoe. Daarna duik je pas echt in het land zelf. Wat is allemaal mogelijk in zo'n land? En daarna ga je pas misschien een stukje enthousiasme als ondernemer van. Ik ben succesvol in Nederland. Maakt niet uit, ik ben overal succesvol. Denk ook een stukje begeleiding. Begeleiding van als ondernemer. Dat je moet leren van andere mensen waar je fouten kunt maken. Welke dingen die goed doet. Daar is bijna geen begeleiding in. Je doet het uit een stukje enthousiasme en denk dat je het. Dat je mogelijkheden ziet. En ik denk dat daar heel veel bedrijven ook echt, plat gezegd, op hun bek gaan. Ja. Mag ik dat zeggen? Ja? Zijn we niet ook een beetje lui geworden als Nederland? Want dat is mijn gevoel een klein beetje. Mm-hmm. Dat is, kijk, als ik nu zie dat je dus met toch relatief eenvoudige middelen de wereld over kan. Je hoeft niet maar een kantoor te starten in Brazilië om succesvol te zijn. Of in Spanje of waar dan ook. We moeten gewoon eruit. Kijk, als je succesvol wil zijn en je wil groeien de komende jaren, dan zal je gewoon uit je luie stoel moeten komen, moeten gaan investeren. En ook in België is het op dit moment niet zo makkelijk. En ook in Frankrijk is het niet makkelijk. Dus je moet je grenzen verleggen. En ik denk dat we, als we het welvaartsniveau willen houden wat we nu hebben, dan zullen we gewoon moeten. Dan moeten we uit de luie stoel, moeten we aan de slag met z'n allen, mouw opstropen, wat ik net zei, en aan de bak. En de MKB-bedrijven die de grens overgaan, zijn succesvol. Hè? Dus het aardige is dat het aandeel van MKB
is verdubbeld in 5 jaar tijd in onze totale export. Is verdubbeld. Hè? Dus we zijn heel goed. Alleen het is maar een te klein gedeelte van het MKB wat daar echt gebruik van maakt. Ja. Ik geloof niet dat wij lui zijn. Hoor. Dus, ja. Ik kan niet over jou hoor, maar in het algemeen. Ja, misschien wel lui in het opzoeken van de landen dan. Want ik, ja, maar ik denk nog steeds, zolang je geen, als je even bij ons kijkt, geen 10% aandeel hebt in je eigen land, dan is er nog heel veel business in je eigen land. Dus waarom dan naar het buitenland? Maar dat dus, is denk ik voor elk dus bedrijf. Lui. Nou, nee, ik denk dat waarom ver weg gaan als je het dichtbij ook kunt scoren. Maar dat is in onze branche. Ja. Dus dat geldt. Okay. Want een van de... Ja, Pierre, je wou wat zeggen? Nou ja, ik heb het ook tegen de term exporteren of buitenland-binnenland. Volgens mij is er nog maar één markt. En dat is de wereldmarkt. Dat heeft internet met ons gedaan. Ja. Ik was 2 weken geleden bij een zaak in Wijchen. Ik moest een bepaald accountje hebben. En dat hadden ze niet. Dus ik ga het internet bestellen. En ik ontdekte 3 dagen later dat het product uit Zuid-Duitsland kwam. En ik ken een ondernemer, volgens mij zit hij ook in de zaal, die is dealer in Nederland van een Duitse fabrikant. En die maakt ook zijn website in het Engels. En het gebeurt hetzelfde als met die vulpennenhandel. In één keer kreeg hij bestelling uit Dubai. Want zijn prijzen waren lager dan die van de dealer in Dubai. En hij heeft wat dozen gepakt, spullen erin gestopt. Doos dichtgeplakt. Onder hem woest verstuurd. En hij was aan het exporteren. Het is niet meer over een kwestie van ik moet naar een land toe of ik moet wat doen. Door het internet is alles transparant geworden. Dat heeft ook een nadeel, vind ik. Het is niet meer zo dat je kunt zeggen, dan ga ik naar Brazilië en ontdek ik daar in één keer een geweldige markt. Die heeft nog niemand ontdekt. Dat bestaat ook niet meer. De hele wereld weet alles. Dus je moet heel duidelijk hebben voor jezelf wat je added value is. Maar niet op Nederlandse schaal of Engelse schaal. Wat is op wereldschaal? Wat is jouw added value als bedrijf? En als je dat hebt, dan maakt het niet meer uit waar je verkoopt. Maar Pierre, jij levert aan 102 landen, zei je, hè? Nee, dat, in dat geval, ja. Ja, toch? Ja, we hebben klanten in 102 landen. Ja. Precies. Dus jij kent heel veel landen. Jij kent de culturen, je weet wat er gebeurt. Welke landen zou jij Nederlandse MKB-ondernemers adviseren om te gaan exporteren? Ook daar denk ik wel anders. Kijk, als je niet aan je buren kunt verkopen, waarom ga je dan helemaal naar Brazilië toe? Ik bedoel, verkoop eerst eens aan je buren. Als je daar de added value die je hebt al niet duidelijk kunt maken, dan heeft het geen zin om verder te gaan. Ik vind ook dat je eerst in Nederland iets moet opbouwen. Wij waren in Nederland duidelijk marktleider en toen gingen wij pas internationaliseren. We hadden in Nederland een cash cow gecreëerd waar wij heel veel geld verdienden. En dankzij dat konden wij het veroorloven om ook wij in Engeland de eerste paar jaar gewoon een paar ton verlies te draaien. Maar welk land zie jij nou wat heel erg ontvankelijk is voor Nederlandse producten en Nederlandse ondernemers? Het ligt er ook een beetje aan hoe ze tegen jouw branche aankijken. Mm-hmm. Ik was een keer bij BMW in München. En toen zeiden ze van, als jij ons software zou proberen te verkopen hoe wij auto's moeten bouwen of hoe we de logistiek moeten regelen, dan beginnen wij te lachen, want dat doen wij al 100 jaar. Dat weten wij veel beter dan Nederlanders. Maar op het gebied van facilitaire dienstverlening, wat mijn branche is, daar loopt Nederland voorop. Jullie hebben 8 facilitaire hogescholen. Ja. Dat spreken op congressen altijd Nederlanders. Dus daar was voor mij makkelijk om mijn added value te laten zien aan BMW. En daarom koos BMW een klein Nederlands bedrijf als leverancier. Ja. Dus het is ook van belang dat je goed kijkt waar dat zit. Waar zit jouw toegevoegde waarde? Ja. En als je die ontdekt hebt, dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit welk land je kiest. Ja. En er komt nog iets bij. Het is niet alleen het versturen wat zo gemakkelijk is. Het is zelfs in de dienstverlening. Wij zijn bezig met een project in Singapore. En hoe ging dat? Een van de universiteiten in Singapore zocht een systeem. Die zoeken op internet wat zijn de belangrijke leveranciers in de wereld. Wij waren daar één van in hun ogen. We worden uitgenodigd om een RFP te doen en wij zeiden, nou, zo willen we dat doen, zo willen we dat project doen. We komen 5 keer naar jullie toe en de rest doen we via Skype en GoToWebinar voor de implementatie. En zeiden ze, oké, prima. Dus wij doen nu elektronisch op afstand, leveren wij daar de diensten die nodig zijn om dat systeem up and running te krijgen. Natuurlijk, in de IT is het allemaal wat makkelijker dan als je in de bouw zit bijvoorbeeld, dan doe je dat niet. Maar zo simpel kun je het jezelf maken. Dus het is niet een kwestie alleen van een duur kantoor openen en met allerlei plaatselijke regels te maken. Over de bouw gaan we het overigens zo hebben, maar ik wil heel even naar Annemarie toe. Want wat Maarten zegt, een van zijn argumenten is om niet naar een onbekender buitenland te gaan, is de begeleiding. Ja. Maar daar is nou juist, tenminste, als ik jullie commercials mag geloven, kan je daar iets verder over meer over vertellen? Ja, daar wil ik graag wat over vertellen hier natuurlijk vanavond. Want als Rabobank zitten wij met ruim 600 vestigingen in 47 landen. En we hebben 2 missies in het buitenland. Het eerste is de grootste food- en agribank ter wereld zijn, want dat zit in onze roots. Food- en agri Nederland is ook, we zijn ook een gidsland op dat gebied. Dat zullen jullie ook in Brazilië ontdekt hebben, dat zie je in China. Iedereen kijkt naar hoe heeft Nederland dat gedaan. Ja.
Maar het tweede wat wij doen is dat wij onze Nederlandse klanten graag willen ondersteunen in de business in de landen waar wij ook zitten. En daar kunnen wij de lokale vestigingen bij inschakelen. We hebben partnerbanken met wie we dat kunnen doen. Dus er is een heleboel mogelijk, vaak meer dan je denkt. Ja, en ik denk, ja Hans, jij mag nu de microfoon. Het lijkt nu een beetje een reclamepraatje misschien voor Rabo. Maar ik weet van een hoop ondernemers hebben meer aan de Rabobank dan aan de ambassade in het buitenland. Voor die discussie een andere keer. Maar... Ja, maar ik ben nu met mijn lobby bezig, hè, dus dan is het een ander verhaal. Maar ik wil toch een paar landen noemen. Mag dat? Want zeker in Zuid-Amerika, Colombia is razend interessant. Chili. Dat zijn twee landen die zijn ongelooflijk goed bezig. Als je zit in de havens of in logistiek of in dat soort dingen. Panama. Panama wordt het nieuwe Miami. Hè. Miami is een beetje uit, Panama is in. Absoluut booming. Ik denk als je in Afrika kijkt, Mozambique. Toevallig is de kroonprins waar ik vorige week mee was, nu as we speak in Mozambique. Wordt om zijn huis te verkopen. Heeft het ook verkocht? Voor de handel. Nee, maar is een land waar economisch ontzettend veel... Nee, dat was je eigen... jij zei, lees voortaan alleen de privé. Dat doe ik ook. Ja. Dan komt hier door de kop en de telegraaf, joh. Ja. Nee, maar zonder dol. Er zijn in Afrika een paar fantastische landen waar het heel erg goed gaat. Vietnam, Zuid-Korea. Het zijn allemaal landen waar booming business is. En ik zet mijn kaart ook nog heel erg op Oost-Europa. Er zijn, zeker in Polen gebeurt dat op dit moment. Het is de snelst groeiende economie van Europa. Zijn ongelooflijk veel consumenten. Is een onderschat land. Ik denk een van de grote machten in de toekomst economisch. Dat zijn allemaal landen waar Nederlandse bedrijven die er naartoe gaan ook heel succesvol zijn. Ja misschien ter aanvulling van dit. Er zijn vier landen. Ghana, Gibraltar, Benin en Senegal. En die vier landen die de afgelopen jaren is de export hun import van Nederlandse producten met ieder jaar met meer dan 100% gestegen. Dus dat is ook een indicator dat zij heel erg ontvankelijk zijn voor Nederlandse producten. En met name Ghana weet ik, als je daar zegt dat je uit Nederland komt, nou, dan gaat echt de loper voor je uit. Want al die stoffen van die Ghanese vrouwen, die worden gemaakt bij Flisco hier. Dus ze weten allemaal dat Nederlands is en dat is echt het beste wat je kunt hebben. Zie jij dat meer ondernemers aan het exporteren zijn, Annemarie? Ja, we zien natuurlijk wel een groei van de export, gelukkig. Want daar komt onze economische groei ook vandaan. Want laten we wel wezen, de Nederlandse economie zit rond die nullijn. Dat blijft ook zo. Daar zit voorlopig geen beweging in. Zal ik jullie straks ook nog wel wat plaatjes van laten zien. Dus de groei moet uit het buitenland komen. Ja. En dan kijk je al snel naar de snel groeiende landen of de snel ontwikkelende landen. En ik denk dat we als Nederland een hele goede reputatie hebben in het buitenland. Ik denk dat je dat ook kan bevestigen met die handelsmissie bijvoorbeeld. We hebben een goede reputatie. We zijn een handelsland al eeuwenlang. Mm-hmm. En dat weet de wereld. Ja. Ik stond vorige week op een podium met een paar Brazilianen om deals te tekenen. En toen vroeg ik aan een Braziliaanse ondernemer, wat als je nou aan Nederland denkt, welk woord komt in je op? En toen zei hij betrouwbarability. En dat vond ik zo'n fantastische uitdrukking, betrouwbarability. Vond ik een geweldig woord. Is het woord van de missie geworden. Ja. Het is 10.000 keer getwitterd, geloof ik, op één dag voor alle deelnemers. Maar vond ik een mooi woord. En zo staan we ook bekend in de wereld. Hè. Betrouwbarability is kenmerk van Nederland. Dat is echt goud waard. Goud. Vertrouwen, we weten allemaal. Hè. Komt te voet, gaat te paard, geloof ik. Ja. Zegt goed. En zolang je dat hebt, is dat gewoon goud waard. We gaan naar de tweede stelling. De bouwsector moet zichzelf opnieuw uitvinden. Wie mag ik daar als eerste het woord voor geven? Pierre misschien? Volgens mij hebben we in Nederland op dit moment te veel winkels. We hebben te veel kantoren, dat zeker. We gaan langzaam terug naar één werkplek per twee personen. Met flex offices, daar verdienen wij weer ons geld mee. Het aantal huizen is ook meer dan voldoende bij een stagnerende bevolking. Dus van die kant uit zou je zeggen, het beste is een andere baan te gaan zoeken. Want we komen nooit meer uit de crisis. Dat is de tegenkant. De positieve kant is dat er aan iedere crisis het einde komt. Het kan even duren dat aan iedere crisis 70% van de bedrijven overleven. Dus als je zorgt dat je bij die overlevers hoort, dan heb je een kans. En dan op het moment dat wij weer geld hebben, dat ondernemers een nieuw kantoorpand willen bouwen. Dat ze de villa-wijken spuiten dan weer uit de grond. Dus met andere woorden, er is misschien vanuit dit moment kijken naar de leegstand, zeg je van nou, er is geen behoefte meer aan. Maar als er meer geld komt en de economie groeit weer,
dan ben ik er ook van overtuigd dat er nieuwe badkamers besteld worden en dat alles weer gaat lopen. En ja, tot die tijd overleven. Ja, misschien voor de woningmarkt wel. Maar geloof jij nou echt dat als de crisis voorbij is, dat we dan weer meer kantoorpanden gaan kopen? Er staat 12 miljoen vierkante meter staat leeg. Ja, en dat kun je gerust slopen, want de helft komt niemand meer in. Maar ik ben ervan overtuigd dat er heel veel bedrijven zijn, zoals het mijn. Ik heb nu toevallig een nieuw pand, maar die zeggen van als ik het geld zou hebben, dan zou ik een nog mooier pand bouwen. Mm-hmm. Dus het heeft ook te maken met de economie. En het is s'avonds wegen. We hebben geen wegen meer nodig, want die A2 ligt er niet. Maar op het moment dat de economie groeit en iedereen gaat weer meer rijden, dan hebben we weer nieuwe files en zullen we weer nieuwe wegen moeten bouwen. Ja. Even een vraag aan jou, hè, want jij kan die als geen ander beantwoorden, denk ik. Expert in facility management. Jij zegt die gebouwen die nu leeg staan, die kunnen net zo goed gesloopt worden. Waar ligt dat aan? Omdat ze 30 jaar oud zijn. Tenminste, de panden die leeg staan. De oude panden. Er zijn panden van 200 jaar oud die prachtig zijn en altijd blijven bestaan. Dus waar ligt het aan? Ja, omdat die panden van 30 jaar oud niet prachtig zijn. Het zijn betonnen dozen die met betonnen gevels die gebouwd zijn om snel goedkope kantoorruimte te leveren. En ja, de investeerders hadden erop moeten rekenen dat de afschrijvingstermijnen daar wat korter zijn. En dat je na een aantal jaren wat anders zoekt. Mm-hmm. Ik geloof ook niet in het herschikken of het anders gebruiken van dat soort kantoren. In Amsterdam is het prima om een kantoor tot hotel te verbouwen als het wel dicht bij het centrum ligt. Maar in Amsterdam Zuidoosten heeft een hotel van 400 kamers natuurlijk geen enkele zin. Nee. Ik heb een situatie dat een nichtje van mij, die is studenten in Utrecht. Nou, als er ergens kamertekort is daar. En die kwamen in het oude kantoor van Kap Volmaak terecht. En je ziet wat daar gebeurt. Zo gauw als ze iets anders kunnen vinden, zijn ze daaruit. Want dat kantoor is er gewoon niet geschikt voor. Nee. En dan neem je daar even tijdelijk genoegen mee. Dus wat dat betreft is er geen toekomst voor die kantoren. Nee. In Amsterdam zie je over die studentenhuisvesting trouwens wel heel duidelijk dat studenten door de week in een hotel zitten. En dat is dan in het weekend vrij. En dan komen de gasten en dan maandag, zondagavond kunnen zij er weer in. Ja. Dat is ook wel een mooie dubbele. Ik hoop dat ze een beetje netjes opruimen dan. Ja, ik denk dat het hotel daar wel iets voor geregeld heeft. Maarten, hoe doe jij dat? Ja, ik zit natuurlijk niet zozeer in die bouwsector. Als je even kijkt. Is dat mijn telefoon? Of, nee. Halma hebben we verplaatst van Wijchen naar Beuningen. Daar hebben we een redelijke verbouwing gehad. Als ik dan even kijk hoe dat gaat, dan is dat denk ik een van oudsher een enorme traditionele markt. Die denk ik enorm verrast zijn door die crisis. Als je ziet, we zijn er redelijk leed erin, vragen 3, 4, 45 aan. Er zitten prijsverschillen in tussen de 50 en 150.000 euro als de verbouwing ongeveer 4 ton was. Uiteindelijk hebben we een externe persoon ingehuurd, want die had er dus wel verstand van. Wij dachten het verstand van, we hadden helemaal geen verstand van. Die ging ons leren hoe het werkt in de bouw. Nou, dan voel je redelijk besodemieterd, want zo vaak doe je geen verbouwing. Als ik even privé kijk, ik heb een huis verbouwd. Nou, daar heb ik met redelijk wat mensen te maken gehad. Als die mensen in een business zaten waarin wij zaten, waren ze per direct failliet. Dus ook gewoon afspraken, dat is even mijn persoonlijke ervaring, afspraken die nakomen. Veel te makkelijk over dingen denken. Na eindeling van een goed gesprek denken ze van, nou, ik heb die handen wel binnen. Ja, ik denk dat moet heel gauw dat om. Ik denk dat een enorme, dat ze redelijk verbaasd zijn wat er nu gebeurt. En dat ze gedacht hebben van, nou, dat komt wel goed. Nou, ik denk die bouw, nog lang gaat duren voordat goed komt. Ja. En ik denk de bedrijven die het wel snappen, die zie je ook groeien. Ja, jij focust nu heel erg op de bouwers, hè? Ja. Van dat de bouwers de afspraken niet nakomen, dat de bouwers voor een quick win zijn. Maar Annemarie, ik wil jou even vragen, hè? Want je hebt natuurlijk aan de andere kant heb je de opdrachtgevers. Is het nou ook niet zo dat de opdrachtgevers de bouwers hebben geforceerd om inderdaad zo goedkoop mogelijk, zo weinig duurzaam mogelijk te bouwen, omdat de opdrachtgever het pand ook weer zo snel mogelijk wilde doorstoten voor een zo hoog mogelijk bedrag? Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben ik heb niet heel veel kennis op dit gebied, maar net als jullie kijk ik rond in wat ik zie. En als je kijkt in nieuwbouwwijken of kantoren waarvan jij ook zegt van, nou, ze zijn te lelijk eigenlijk om overeind te houden, denk ik wel dat dit het geval is geweest. Dat er heel veel onder extreme prijsdruk door die pijp is geduwd in die hoogtijdagen. En wat we nu zien in de sector is, structureel zit die sector nu op een lager niveau.
En welke partijen, want kijk, in iedere sector, goed of slecht, heb je witte raven, heb je bedrijven die het goed doen. En dat zijn de bedrijven die wel die service leveren, die wel die innovatie brengen, die bijvoorbeeld MVO in hun business brengen. En dat zijn succesvolle bedrijven, die heb je ook in de bouw. Mm-hmm. Maar het blijft structureel voorlopig kwakkelen in de bouw, hoe het ook bent of keer. Ze gaan nog meer failliet, helaas. Ja. Dat is heel ernstig. Ja, ja. Want Hans... jij zit natuurlijk veel in Den Haag, er worden natuurlijk veel gebouwen gebouwd op dit moment, ook van de overheid. Ik denk wel eens, als je bijvoorbeeld bij de opdracht die je als opdrachtgever verleent aan de bouwer, stel dat je niet het op prijs gaat beoordelen, maar dat je bijvoorbeeld ook de bouwer verplicht om 12 jaar het onderhoud te doen. Of, even in extreme vorm, 12 jaar... het onderhoud en de energie. De bouwer moet dat erbij doen, dus die moet dat erbij rekenen. Want dan gaat de bouwer duurzame materialen gebruiken, dan gaat hij warmtewerend glas zorgen dat hij geen verwarmingsketen, want dat is het duurste onderhoud wat er is. Dan gaan we, dus we moeten van dat korte termijn denken, van ik wil een gebouw en het staat neer, moeten we naar die lange termijn denken. En als we dan een opdracht weggeven en we geven iedereen een gelijk speelveld, dan weet ik zeker dat we naar een betere bouwwereld gaan. Wat vind jij daarvan? Ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat het zo is. Maar nee, discussie moet. Ja, nou ja, het lastige is, ja, maar ik denk dat je gelijk hebt. Alleen we zitten nog een paar stappen daarvoor. We hebben op dit moment gewoon de grootste vertrouwenscrisis, denk ik, na de Tweede Wereldoorlog. Die de bouw, maar de hele economie heel veel parten speelt. En de politiek maakt het, zeg maar, het leven een stuk lastiger. Met warrig beleid en inconsequent beleid. En voor mij is het zo dat alle goede plannen, ook wat jij zegt, spreek me aan. Maar dat heeft op dit moment weinig nut als dat basisvertrouwen er niet is. En dat is er gewoon op dit moment niet. Dus je ziet, ik had vanmorgen nog de winkel leegstandstop. Ik was uitgenodigd op de Dennenweg in Den Haag. Ja, er zijn 23 winkels leeg. En er zijn geloof ik 50 panden of zo in de Dennenweg. En dat is de populairste winkelstraat van Den Haag. Dus, nou ja, kantoren speelt een rol. Nou, de woningmarkt ligt op zijn gat. En daarmee alle toeleveranciers in die woningmarkt. Hypotheek krijgen is lastig, dus er lopen heel veel problemen door elkaar heen. Ik denk dat eerlijk gezegd ieder beleid van de overheid averechts werkt op dit moment. De markt moet zijn werk doen, denk ik. En dat is toch dat er heel veel lucht nu uitloopt. Wat opgepompt is het afgelopen jaar, loopt er nu in één klap uit. Ik denk eerlijk gezegd dat beleid op dit moment niet helpt. Gewoon laat maar die lucht eruit lopen, hoe pijnlijk het ook is, hoe moeilijk het ook is. Er komt een bodem, net als in de aandelenmarkt, net als in iedere markt, er komt een bodem. En dan moeten we verstandig weer opbouwen. En dat is wat jij zegt, een van de dingen waar ik een groot voorstander van ben. Want ik geloof heel erg in duurzaamheid en lange termijn. En we zijn heel erg korte termijn bezig geweest de afgelopen jaren. En daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd. En helaas, ik heb er heel veel over nagedacht. Ik heb met heel veel mensen gesproken. Dat zullen we moeten uitzitten. En het gaat heel veel pijn nog kosten, maar het is niet anders. En je ziet pijnlijke dingen. Ik was bij minister Opstelten op bezoek. Die gaat volgende week verhuizen naar een nieuw gebouw. Dat staat over 20 meter van het oude gebouw. Dat nieuwe gebouw dat is gebouwd, of de beslissing is genomen in 2006 of 2007, is nu af. En de helft is nu niet meer nodig. Want er zijn zoveel minder ambtenaren. Plus het nieuwe werk heeft ze intrede gedaan. Dat het nieuwe gebouw voor de helft leeg staat. En het oude gebouw blijft überhaupt leeg staan. Want daar is geen enkele, dat is 23 verdiepingen. Daar is geen enkele interesse meer voor. En zo zijn we in dit land bezig. Dramatisch echt, dramatisch. Maar we moeten het uitzitten. Ik vrees dat er geen beleid tegenop gewassen is. Er is één uitzondering. Ja. Ik heb ook de bouwcrisis in 82 meegemaakt. Toen ging zelfs het familiebouwbedrijf failliet. En wat is er toen gebeurd? Toen zijn er heel veel huurwoningen gebouwd. Half Wijchen Zuid, die wijken in die tijd, Huissteden, Diepvoorde, zijn in die tijd gebouwd. Met huurwoningen. En die namen het toen over van de vrije sectorbouw. Waardoor heel veel schilders, aannemers toch nog een redelijke basis aan werk hadden. En het erge nu is, door de maatregelen van de overheid, door dat wat er ook met de woningbouwvereniging gebeurd is, dat er ook geen huurwoningen meer gebouwd worden. Dat zelfs de gemeente Nijmegen nu zegt, we gaan zelf huurwoningen bouwen, in plaats van de woningbouwvereniging. Ja, maar ik ben bezig om een soort nationaal woonakkoord te sluiten. En daarboven staat, overheid bemoeit er niet mee. Ik vind wat Pierre zegt wel heel terecht. Ja, maar het gaat niet gebeuren. Want de overheid heeft besloten nu 2 miljard weg te halen bij de woningcorporaties. Ja. Nou, die gaan dus geen opdracht meer geven. Dat hebben ze ook nu aangekondigd gisteren. Ze zijn zelf ook het geld kwijtgeraakt vanwege speculatie met derivaten. Dus aan de overheid. Nee, maar je hebt gelijk. Alleen het punt is nu wel dat door de maatregelen die nu op dit moment het verkeerde moment genomen worden, die hadden veel eerder genomen moeten worden, ben ik eens.
Want al 10 jaar geleden die woningcorporatie in de nek moeten pakken en zeggen nu is het afgelopen, is niet gebeurd. Maar om dan nu op het dieptepunt van, van de markt, op het dieptepunt van het vertrouwen, te zeggen, zo, nu pakken we 2 miljard weg. Wat nou precies iets zou zijn waarmee je juist nog een stuk kan doen wat jij net zegt, want dat zou ik 100% voor zijn. Dan maak je de crisis alleen nog maar erger. Ja, Hans, ben ik toch niet helemaal met je eens. Want die 2 miljard is nog minder dan dat 1 woningcorporatie gespeculeerd heeft. Eén van de zoveel. Weet je, dan moet daar een maatregel doorheen. Ja, maar hoe je kennelijk hebben ze het geld om ermee te speculeren. Als ze nog steeds 2/3 van de woningcorporaties de directeur meer verdient dan de minister-president. Nee. En mensen nog steeds met 3,5 miljoen vertrekpremie weg kunnen, dan hebben ze kennelijk te veel geld. Dus die 2 miljard vind ik helemaal niet zo erg. Nee, maar Almarie, de overheid moet een maatregel nemen. Nee, maar wat je zegt is waar. Hè? Het is belachelijk uit de hand gelopen. Ik zal al die gasten dan één keer uit willen rammen en zeggen weg ermee. Maar het punt is en blijft nu dat er 50 mensen per dag werkloos worden in de bouw. 50. Hè? Dat meer dan 50% in de detailhandel non-food vecht voor het voorbestaan. Hè? Ik bedoel, de wrakkencentrale bij de banken zit helemaal vol met detailhandel non-food. Dat zijn de parketeurs, dat zijn de schilders, dat zijn de woningrichters. 1/3 van de notarissen in Nederland staat op omvallen omdat de woningmarkt stil ligt. Dus we hebben een gigantisch probleem. En ik zeg alleen maar, we gaan nu het dak repareren terwijl het regent. We hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen. Nu regent het keihard. En dan zeg ik, ja, dan moet je toch even verstandig zijn. De emotie een klein beetje opzij zetten. Ik heb dezelfde emotie als jij bij die woningcorporatiebestuurders. Maar op dit moment is de bouwproductie voor volgend jaar, ik geloof nog geen kwart van de afgelopen jaren. En daarmee simpelweg killen we een hele industrie in Nederland. Ja. En daar ben ik tegen. Het sentiment ben ik met je eens. Maar waarom gebeurt het dan niet dat die woningbouwverenigingen in de gelegenheid gesteld worden, of ze het nou verdienen of niet, om toch meer huurwoningen te bouwen? Want die wijken staan klaar, de gemeenten hebben de gronden, er zijn huurders voor. Waarom dan niet? Wat gaat daar fout? Nou ja, is natuurlijk slecht bestuur bij die woningcorporaties. Die mensen zijn met beleggen bezig gegaan, met derivaten, met salarissen. Ja, maar ligt achter ons. Ze hebben dus niet meer het Timmermans oog voor die markt. Ze zijn niet meer met die markt bezig geweest. Dus er moeten eerst betere mensen komen die echt verstand hebben van die markt, die verstandig gaan bouwen. Kijk, het gemiddelde gezin in Nederland bestaat ook niet meer. Hè? We hebben een andere gezinssamenstelling. De bevolking vergrijst. Dat betekent een hele grote vraag voor een ander type woningen. Net als een grote vraag voor een heel ander type kantoren. Die kantoortoren van meneer Opstelten, die zouden we nu nooit meer bouwen. Maar wordt volgende week geopend. Hè? En dan staat de helft leeg. Dus we hebben een hele andere vraag. Is er in Nederland naar woningen en naar kantoren? Die vraag moet eerst heel scherp in kaart gebracht worden. Wat is nou exact de vraag de komende 10, 20 jaar? En dan moeten we daar de bouwplannen op maken. Ja, maar duurt te lang. Dan zijn die bedrijven dadelijk weg. Volgend jaar overleven ze niet. Ja, maar we kunnen ook niet blind gaan bouwen natuurlijk. We moeten wel even verstandig bouwen. Ja, maar we hebben het afgelopen jaar natuurlijk wel woningen gebouwd. Overal in de binnensteden hebben we vaak weer teruggebouwd op oude industrieterreinen. Het is niet zo dat alle kennis in één keer weg is, of dat de kennis volledig opnieuw moet worden uitgevonden. Er moet gewoon volgend jaar 50.000 woningen gebouwd worden. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar geen 20.000. Ja, geen 20.000. Ja, maar dat is dus het probleem. Ja. Dat iedereen elkaar zit aan te kijken en dat het niets gebeurt. Daarmee red je in ieder geval een deel van die bedrijven. Ja, maar ik ben het met je eens. Ja. Maar je moet het dan wel verstandig doen. Ja, maar jij zit dichter op een haak dan ik, dus jij kunt. Ja. Nou ja, maar mijn stelling is ook, tegen de politiek, bemoei er niet meer mee. Want alles wat jullie doen werkt op dit moment averechts. Ik bedoel, 100% annuitair aflossen is natuurlijk totale waanzin. Want je maakt het voor iedere starter 2 keer zo moeilijk om te beginnen. Ja. Alsof je woning na 30 jaar niks waard is. Dus een gekke maatregel. Dus er zijn heel veel dingen die de politiek nu doet die averechts werken. Nogmaals, ook die verhuurdersbelasting is op het verkeerde moment de verkeerde maatregel. We moeten verstandig bouwen, kijken wat hebben we de komende 10, 20 jaar nodig en dan aan de slag gaan. En zo min mogelijk politieke bemoeienis. Maar ik zeg er heel eerlijk bij, een deel van de pijn zullen we uit moeten zitten. Die kunnen we gewoon niet achter de tekentafel, achter welke regeringstafel dan ook oplossen. De banken kunnen het oplossen. Want laten we eerlijk zijn, als je... Van de geldkraan open. Als je op dit moment een huis financiert, of zelfs een nieuw kantoor financiert, dan is de bouwprijs nog nooit zo goed geweest als nu. Door de concurrentie op dit moment. Dus jullie hoeven je geen zorgen te maken dat je het geld wat je er nu insteekt, misschien 5 jaar geleden niet, dat je dat terugkrijgt. Dus dan kun je daar in het best wat
ik heb het niet over de Rabobank Nijmegen alleen, ik heb het over alle banken bij elkaar, dan kun je dat natuurlijk best wat verder financieren. Waarom dan ook weer die terughoudendheid? Nou kijk, als je praat over commercieel vastgoed, financier je niet op de stenen, maar financier je op de huurders die erin komen. Nou, wat gebeurt er met de huurders? Het ene na het andere bedrijf valt om. We hebben meer faillissementen dan ooit in Nederland. Als ik kijk naar wat wij als Rabo nu in de stroppenpot stoppen dit jaar. Als het eerste half jaar was dat 500 miljoen, tweede half jaar komt er 500 miljoen bij. Gaat 1 miljard in de stroppenpot om al die faillissementen te bekostigen. Dus gaan ontzettend veel bedrijven failliet. Dus als je een pand bouwt en je hebt geen huurders, heeft het pand geen waarde. Nee. En is het dus ook niet financierbaar. En ik ben het helemaal, Hans, met jouw opmerkingen eens over wat er nu gebeurt qua regelgeving voor hypotheekverstrekking. Ja, dat maakt heel veel situaties voor gezinnen onmogelijk. Gewoon echt onmogelijk. Maar ja, we hebben er wel mee te dealen. Omdat jullie ook aan handen en voeten zijn gebonden zijn. Wij zijn als banken aan handen en voeten gebonden. Voordat je bij ons op een hypotheekgesprek mag, moet je eerst, ik weet niet wat ze bij elkaar verzameld hebben aan informatie, voordat je überhaupt al mag komen praten. Hè? Zo strak is die wet en regelgeving. Die zeggen niet alleen wat we moeten doen, maar ook nog eens hoe we het moeten doen. En de maximale leen. We zijn enorm beperkt. En ik wil er wel bij zeggen dat ik wel vind dat we ook een tijd lang te veel krediet hebben verstrekt. Ik ga daar zo ook wat cijfers van laten zien. We waren ook wel erg verslaafd aan krediet. Maar we slaan nu door. Het is gewoon een beweging die nu veel te ver doorslaat. En ja, daar moeten we wel een vuist tegen maken. Maar als bank zit ik natuurlijk meteen in de verdachte hoek als ik dat zeg. Dat moeten anderen helpen zeggen. Ik wil één ding zeggen, maar ik zeg heel eerlijk bij dat ik midden in een lastig proces zit. Maar ik ben bezig echt serieus met een nationaal woonakkoord. Dus met banken, met verzekeraars, met de bouwers, met de overheid, met iedereen, met pensioenfondsen. Om toch een begin van herstel te realiseren. En met name op de woningbouw? Nou, allebei. Hè? Want de bouw in zijn algemeenheid zit gewoon volledig in de narigheid. Dus ik probeer daar echt hard aan te werken nu. Om dat regeerakkoord open te breken en echt een paar, wat mij betreft, maatregelen nemen. In ieder geval het begin van herstel in kunnen luiden. Die in ieder geval de schrik bij alle partijen die erin bij betrokken zijn, in ieder geval wat weg moet nemen. Dat we weer punt op de horizon kunnen zien. Maar daar is wel dan, laten we zeggen, dan moeten al die partijen, ook de overheid, ook de banken, ook de pensioenfondsen, ook de verzekeraars, bereid zijn om een deel van de pijn te nemen. Want die moeten we nemen. We hebben 12 miljoen kantoorruimte tekort. In de Dennenweg en daarnaast staan 23 panden leeg. En die worden niet zomaar vol. Daar moeten we reëel in zijn. En daarom kom ik terug op mijn stelling van daar straks. Het begint bij vertrouwen. Als er geen vertrouwen komt, en dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor consumenten. Als er geen vertrouwen komt, geen fundamenteel vertrouwen komt, dan kunnen we praten wat we willen hier. Dan kunnen we ideeën opgooien die er zijn. Maar dan gaat het niet lukken. En daar is dat woonakkoord zou wel heel mooi zijn. Want dat zou in ieder geval een start kunnen zijn van herstel van dat vertrouwen.